Deze historische context gaat over de Verlichting en heet de Verlichting in theorie en praktijk en daarom is het goed om ook eens naar die Verlichting zelf te gaan kijken. Wat is verlicht denken precies? En dan blikken we toch even terug op dat kenmerkend aspect van die wetenschappelijke revolutie wat we al in eerdere video's voorbij hebben zien komen, maar we kijken natuurlijk vooral naar dat kenmerkend aspect van tijdvak 7 over de Verlichting. Oké, okay, de Verlichting de verlichting was een stroming van geleerden en die geleerden die menen dat alles met behulp van het verstand, met behulp van de reden of de ratio kan worden verklaard. En als we dat doen, denken die geleerden, dan zal dat bijdragen aan de vooruitgang van de hele samenleving. En er zijn eigenlijk drie belangrijke onderliggende principes die die geleerden aanhangen. Ten eerste hebben ze dus een groot vertrouwen in het rationeel denken, in het gebruiken van je verstand. Uh, ten tweede, vinden ze dat die wetenschappelijke manier van onderzoeken, hè, dus uh, door middel van uh, empirie, door middel van uh, observatie en door middel van logica, logisch redeneren. Die, die manier van onderzoeken, die kan gebruikt worden, niet alleen om de natuur verder in kaart te brengen, hè, wat ze dus deden met die wetenschappelijke revolutie. Denk terug aan die natuurwetten van Newton bijvoorbeeld. Nee, die, dat kun je ook gebruiken op alle terreinen van de samenleving. Dus ook op het gebied van het bestuur of de economie bijvoorbeeld. Ja, en als je dat dan dus doet, hè, nou, dan is er ook grote maatschappelijke vooruitgang nodig. Dan kunnen wij de samenleving, de maatschappij nog mooier maken. Dat geloofden die verlichtingsfilosofen, die verlichtingsgeleerden. Ja, en zij gingen dus ook over allerlei zaken nadenken, kwamen met allerlei nieuwe ideeën. En dat zorgt voor grote veranderingen in het denken over de samenleving. Hè. Dus, het denken over de sociale verhoudingen, over de politiek, over de economie, over, het re over de religie. En de grote vraag daarbij is eigenlijk, ja, zijn dan de dingen zoals we ze altijd gedaan hebben? Hè, dus de tradities die we gehad hebben, ook de, de religieuze praktijken rondom het christendom en ook de bestaande gezagsverhouding? Hè, de, de macht bijvoorbeeld van van de adel en van de koning, ja, is dat dan allemaal wel redelijk? Is dat dan wel verstandig? Want die samenleving, dat was eigenlijk altijd een samenleving geweest die gebaseerd was op erfelijke rechten en plichten. Hè, met zo'n standaard-samenleving of op bepaalde religieuze ideeën. Traditie en bijgeloof speelden een heel belangrijke rol. En die verlichte denkers vonden dat dus niks. Daar moest vanaf worden gestapt en het moest naar een samenleving toe die gebaseerd was op de reden. Dat was waar je voor moest gaan. En er waren heel veel verlichte denkers, maar in deze context worden er een aantal genoemd die je ook moet kennen. En een daarvan is Jean-Jacques Rousseau, een Franse verlichte denker. En die bracht onder andere dit werk uit, Emile ou de l'éducation. En dat ging eigenlijk over de opvoeding van, van, van kinderen en het onderwijs van kinderen. Dus ook daar werd bijvoorbeeld over nagedacht. En dat was volgens Rousseau heel belangrijk, want ja, die jeugd die heeft de toekomst. Hè. Die, die zetten de samenleving voort. Dus de ideale opvoeding voor kinderen volgens Rousseau was een opvoeding die in harmonie was met de natuur. En zo ook zonder straf. Hè. Dus uh, kinderen mochten vooral ook kind zijn. En uh, die, die, die moest je vooral ook kind laten zijn en, en veel in de natuur uh, laten. Dat zou goed zijn voor kinderen. En het onderwijs, dat moest er zijn voor alle kinderen. Niet alleen voor rijke kinderen, maar voor alle kinderen. En het, het moest eigenlijk opvoeden tot, tot vrije denkers. Hè. Het moest ervoor zorgen dat onderwijs dat kinderen vrij waren om zelf te kunnen oordelen. Ja, zo zijn er nog een aantal verlichte denkers, maar die komen in andere video's nog wel voorbij. Uh, maar ja, je ziet hier dus hè, een boek dat wordt uitgebracht door, uh, door Rousseau. En dat was een manier waarop verlichte ideeën verspreid werden, maar dat was niet de enige manier. Want die ideeën die worden verspreid nou, via brieven. Rousseau correspondeerde bijvoorbeeld met heel veel andere uh, mensen en zo werden ideeën uitgewisseld. Maar uh, het gebeurde dus ook door middel van boeken. En uh, het belangrijkste boek was misschien wel de Encyclopedie. Hè, een poging van twee uh, Franse verlichtingsfilosofen om alle bestaande kennis bij elkaar te brengen. In een serie van boeken, een encyclopedie, dus want kennis, ja, dat was toch wel uh, de basis om vooruitgang te kunnen boeken, vonden die verlichte denkers. En een andere manier waarop uh, verlichte ideeën verspreid werden, bijvoorbeeld via bijeenkomsten in salons of in koffiehuizen, waar mensen met elkaar discussieerden over bepaalde ideeën. Ja, en bij die bijeenkomsten, maar ook in die brieven en in die boeken en zeker ook in die encyclopedie, ja, er stonden dus heel veel nieuwe ideeën, maar er was ook heel veel kritiek op de bestaande maatschappij, hè? maatschappijkritiek dus. Uh, maar dat zorgde er wel voor dat als ze er zo samen over hadden en van elkaars ideeën op de hoogte werden gebracht, dat ze uh, optimistisch waren, dat ze uh, echt geloof hadden dat het beter zou kunnen, dat de maatschappij beter zou kunnen, vooruit zou kunnen gaan. En dat idee van dat rationeel optimisme, dat was echt wel iets typisch voor die verlichte denkers. Maar tegelijkertijd waren er ook wel flink wat verlichte denkers die zich afvroegen: van ja, kunnen we nou eigenlijk wel alles verklaren met het menselijk verstand? Zitten daar geen grenzen aan? En dat was toch ook wel iets wat veel mensen dachten: van ja, waarschijnlijk kunnen we niet alles hiermee gaan doen, maar het kan dus wel voor grote vooruitgang zorgen.